Deze nieuwsuitzending behelst een preek. Ik stel mij voor dat jullie in een klein gebouwtje zitten, zonder verwarming, allemaal goed aangekleed, en je hebt pepermuntjes bij je. Of moderne pepermuntjes. Ik hoef mij over jullie geen zorgen te maken, want jullie luisteren naar mij. Jullie zitten op een houten bankje, want ja, zoveel geld hebben wij niet. We hebben wel stiltes. We kunnen ons woord laten galmen en een ander kan daar naar luisteren. Omdat dit een YouTube-uitzending is, kunnen jullie niet terugpraten. Na 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 na. Maar normaal gesproken wel. In een kerk. In een gebouw. Is niet altijd nodig. Het is ook heel goed om gewoon te luisteren naar iemand die zich geen zorgen maakt. En dat ben momenteel ik ook. Ik ben niet de enige die zich geen zorgen maakt. Dus ik heb geen copyright op geen zorgen. Ik ben wel iemand die zich geen zorgen maakt. Ik kan me zorgen maken over het feit dat mensen als lammetjes naar de slachtbank gaan. Ik kan me zorgen maken over het feit dat mensen denken van Christus Jezus is gestorven voor ons aan het kruis en ik ga ook lekker het ongeluk opzoeken. Begrijp goed dat Christus Jezus niet het ongeluk opzocht als masochist. De levenswandel van Christus Jezus was meer dan bijzonder. Het meest aannemelijke model is dat hij de enig geboren zoon van God is. Dat is het enig mogelijke model. Anders kan je die levenswandel niet verklaren. Waarom zou je dat doen? Hij was een populaire man. Daar liepen 12 kerels achter hem aan. Wat denk je dat de wijfjes van het land waar hij in de rondte wandelde, op zijn sandalen, wel niet met hem wilde? Christus Jezus, die had er 10 aan elke vinger kunnen krijgen. Deed hij dat? Nee. Wat deed hij wel? Hij liet zichzelf een marteldood sterven. En hij heeft gezegd tegen ons, ik ga heen en dat is nodig. Want ik weet dat jullie iets nodig hebben. En dat is de trooster. Het is een kwestie van logica. Christus was recht van woord. Die ouwe hoerde niet, die zat niet te zeiken met jouw vriendin, die soop niet je whisky op.
Ken je het boek Den Uitvreter? Van Nesquio. Hij was geen uitvreter. En Den Uitvreter, dat is een heel mooi boek trouwens. Maar dat is een... Behalve de man die de Sarfati-straat de allermooiste straat ter wereld vond, heb ik geen wonderlijker kerel gekend dan Den Uitvreter. Maar Christus Jezus was absoluut geen uitvreter. Hij genas mensen. Hij kon heel diep zien. Zo'n iemand hebben wij nooit gehad. Laat dit even op je inzinken. Het is echt niet anders, lieve mensen. En ik weet van Boeddha. Ik weet van Lao Tse. Ik ken de I Ching. We hebben nooit zo een iemand gehad als Christus. Hij heeft zichzelf geofferd. Hij heeft laten zien dat het heen gaan, wat wij dan noemen de dood. Zoals Nietzsche zo leuk zei. Dit wordt een leuke preek, hè? Ik sleur jullie helemaal. Want ik heb niet alleen de Bijbel gelezen. Ik ben bij de Jezuïeten geweest. Ik heb ook al die logica gelezen. Nietzsche heeft gezegd, God is dood. Laat hem even op je inzinken. God is dood. En Jezus leeft. In de Bijbel staat, ik ben het begin en het einde. En daarmee gaat het niet over Perry Winkel, maar dan gaat het over de Heere Heren. De Vader van Christus Jezus. Hij is het begin en het einde. Nou, wij zijn geboren uit stof. Wij komen weder tot stof. Dus God is stof. God is tof. Ja, Nietzsche spreekt, zonder dat hij dan de Bijbel wilde prijzen, zegt hij hetzelfde. Dus als iemand een Nietzscheaan is, want die mensen bestaan, hè? Ik ben een Nietzscheaan, ik heb Ecce Homo heb ik nou laatstelijk gelezen en ik vind het geweldig, ik kniel er voor neer. Ja, kijk eens wat er staat. Er staat gewoon in wat in de Bijbel staat. Niets meer, het is gewoon plagiaat. En daar kon Nietzsche niks aan doen. Ik wil Friedrich Nietzsche posthum helemaal niks kwalijk nemen. Ik denk eerder nog dat hij best een goede klokkenluider was. Want hij heeft alle filosofieën van zijn tijd, ja, behalve de Bijbel, daar is hij netjes van afgebleven. Dat is maar goed ook, dat had hem nooit... Pad ik mij een beetje pladen, maar dat had hem nooit onder rol te halten. De Bijbel, daar bleef hem al vanaf. Die kon niet beginnen met Genesis 1. Hij praatte in algemeenheden. Maar wel over de waarheid. Want ik kan niet anders. En volgens mij hebben ze Friedrich Nietzsche gewoon in een hele geestelijke inrichting toestand gestopt, omdat ze genoeg hadden van zijn geouwe hoer. Want hij haalde alles onderuit. Posthum kan ik van Friedrich Nietzsche alleen maar zeggen, goed gedaan, jochie. Al die onzin, het moet een keer opgeruimd worden. He, stel je hebt een wrat en dan denk je, dan ga je gewoon lekker pulken aan de bovenkant. Dat helpt niet echt, maar...
Het is een beginnen. Bewust worden van de wrat. Want er is een wrat. De mensheid heeft een wrat. En niet zo'n kleintje ook. En die wrat die moet bestreden worden. De wrat die wij hebben, lieve mensen, die op jullie houten bankjes zitten, in een koud gebouwtje, maar wel warm aangekleed. En zo dadelijk komt er chocolademelk. Of een pepermuntje. Die wrat die wij hebben, met z'n allen, dat noemen ze tegenwoordig de nieuwe wereldorde. Die term, de nieuwe wereldorde, is een schijnsel, dat is een schijn. Het is namaak. Het is hun zoveelste naam. In Amerika wordt gesproken over de OWO. The Old World Order. Dat is, ja, een grap. Maar wij hebben, dat is de wrat. Wij hebben die wrat. Wij hier in Nederland hebben accijns betaald over ons alcoholgebruik en BTW hoog en BTW laag. En met al dat geld hebben ze bommen gegooid op onze broeders en zusters. Of ze nou Mohammedaan zijn of niet, dat maakt geen donder uit. Dat ging bijna vloeken. Dat is aan de orde. Dat is erg en ernstig. Daar is mijn vader het niet mee eens. Mijn vader is verantwoordelijk voor elk kind. En we gaan niet willekeurig explosieven laten ontploffen bij bruiloften. Dat is ontaarding. Met die CO2-belasting. Het is één grote grap. Bij de oorlog in Irak hebben ze de oliebronnen gebombardeerd. En hoeveel CO2 is daarbij vrijgekomen? En is die belasting al geïnd? Denk er even over na. En dit heeft allemaal, ik praat nu over berichten van, wanneer was die oorlog in Irak? 2003 of zo? Hoeveel CO2 kostte dat? En wat heeft dat opgeleverd? Dat is de antichrist. Die dat gedaan heeft. En wij hebben daaraan meebetaald. Wij sukkels. Of moet ik jullie, omdat jullie vrouwen zijn, klojo's noemen? Wij staan erbij en we kijken ernaar en we lachen erom. Het is wel aan de hand. Gelukkig stond het al in de Bijbel. Ja, ja, ik ben blij van aard, hè. Ik ben opgewekt. Ik ben de man van de blijde boodschap. Ik weet gewoon dat God mij geschapen heeft en hij heeft mij een handleiding gegeven voor mijn leven. En die heet de Bijbel. En die van mij,
ja, die begint uit elkaar te vallen. Bepaalde pagina's is helemaal. Was ik weer eens aan het grappig aan het doen. Heb ik er. Ik denk dat het witte wijn was. En ik had visite en ik zo die Bijbel open. En nou, klas gaat die witte wijn eroverheen. Ja, ik heb het netjes gedroogd. Het is nog prima te lezen. En trouwens, een nieuwe. Die kost me. Heb ik al gecontroleerd op internet. 14 euro. En dan wordt hij gewoon hier afgeleverd bij de supermarkt. Waar al die jongelingen. Oh man, een supermarkt. Dan moet je maar even werken hoor. Zweten jongen, het is gewoon een sweatshop. Nou wordt hij bij de sweatshop wordt hij afgeleverd. Dat kost maar 14 euro. En dan heb ik wel de originele tekst van de Koning Jacobus Bijbel uit 1611. De Bijbel is het woord van God. Dat kan niet anders. Want wat is het anders wel? Denk je dat God niet tot je spreekt? Denk je dat God niet van je houdt? Denk je dat God vindt dat Hij jouw wil is? En jij hebt een vrije keuze om dat in te vullen. Ik heb mijn dochter. Dat is best een leuk verhaal. Dit hoort er allemaal bij, hè? Dit is een prik. Luister even naar mij. Mijn dochter, die durfde niet met haar hoofd onder water in het zwembad. Dat beviel mij voor geen meter. De reden daarvoor is dat ik opgegroeid ben. In Amstelveen. En daar waren heel veel waterpartijen. En regelmatig stond er in de krant dat er weer eens een kind verdronken was. Ik vond het noodzakelijk dat mijn dochter, als ze met haar hoofd onder water kwam, dat ze dan omhoog wist te komen. Luctor et emergo. Ik worstel en kom boven. Drama's in het zwembad. Ik weet nog dat ik op een vrijdagochtend en de Turkse werkster was thuis. Die was lekker de ramen aan het lappen, want mijn vrouw die wilde graag werken. Hè? Ik met haar, met mijn dochter in het zwembad en zij dus weigeren om met haar hoofd onder water te gaan. En ze wilde dan nog wel pootje baaien. En ik zei nee, daarvoor zijn we niet in het zwembad. Ik ben hier niet voor jouw vrije tijd. Stoepkind. Dus ik boos en haar van het water uitgesleurd. En als je niet met jou, dan gaan we nu naar huis. Nou, kind afgedroogd, droge kleren aangedaan. En op de fiets terug naar de Turkse werkster. De rest van de ochtend ging goed hoor. Nou, uiteindelijk ging het dus wel. En dan heeft ze gewoon gedoken in het diepe bad. En zij was de eerste van de straat. Ja, vind je het gek? Ik zat met haar vanaf haar. En dat was toen die werkster kwam. Dat was ze 4 of zo? Nee, dat was ze 3 geweest. Hè. Met 3 was ik er al. Ja, vind je het gek? Ja, ik was een van de weinige ouders die dat deed hoor. Nou goed, zij was dus de eerste in de straat die met de kop onder water echt kon duiken. En dan die 2 buurmeisjes op bezoek, die waren nog nauwelijks in het zwembad geweest. En mijn dochter was zo apentrots, hè. Zij zei, duiken, dat is heel makkelijk. Dat doe je zo. En zij klauterde een bankje op, niet al te hoog hoor, 30, 40 centimeter. En we hadden een houten vloer met balken eronder. Dat was echt zo, het was bijna een drum. Hè? Niet beton. Hè? En er lag een kleed op. En ik zat aan de andere kant van de kamer. Die kamer was 3 meter, 4 meter breed.
Ik keek zo naar mijn dochter. Ik denk, wauw, wat ga je nou doen? En toen zei ze, ja, ik zal het even voordoen. Hè? En zij zo helemaal mooi rechtop staan. En dan zo de handen vooruit. Ik denk, oh nee, dat gaan ze toch niet doen. En dat deed ze wel. En ze deed echt een duik. Alsof het een badkuip was. Ja, kijk, maar zo is God, hè. Die houdt je wel in de gaten. Ik had het nooit laten, doen als we een cementen vloer hadden gehad. Natuurlijk niet. Nee, ik kan dan een bot breken. Ja, op die planken. En met zo'n kleed erop wat glijdt. Denk ik van, wow. Ja, ik kan nu in paniek raken. Ik kan ook gewoon lekker toekijken hoe het gebeurt. En mijn dochter. Die heb ik dan nog wel eens verteld. En dan zei ze tegen mij. Pap, hou op over dat verhaal. Dat wil ik niet meer weten. Ja. Maar ze weet het wel. En daarom is God ook een vader. De discipelen hebben aan Christus gevraagd, wat zullen wij bidden? Dat is op zich een rare vraag. Hè? En Christus heeft er maar één antwoord op gegeven. En dat was het Onze Vader. Met dat alleen al kan je er een uur bij stilstaan. Als je dan toch bidt, bid dat. Ter verduidelijking ga ik Osho aanhalen. Osho heeft gezegd dat ieder mens een mind heeft. Een manier van denken. Je mind is hetgene dat gecontroleerd kan worden, bestuurd kan worden. Want mensen wilden weten van Osho, wat bedoel je met mind? En hij zei, nou, je mind is dat wat bestuurd kan worden. De oplossing is dat je je mind zelf bestuurt. Dat je je eigen mind zelf onder controle hebt. En daarmee moet je jezelf indoctrineren. Zie de verhouding van jezelf en je mind als de verhouding tussen jezelf en je kind. En voor degenen die geen kinderen hebben, die dat niet zo ervaren, ik ken mensen die hebben niet echt een biologisch kind, maar ze hebben kinderen. Ze zijn een pleegvader of een stiefvader of een whatever. Hè? Ze hebben kinderen. Nou, jouw mind is als een kind. En jij bent de ouder van je mind. Jij bent de baas. Je moet boven jezelf uitstijgen. En dat doe je volgens de modernste technieken. Namelijk 2000 jaar oud, pak een beet. Via Christus Jezus. Anders is het niet. Je hebt niks aan New Age.
Je hebt niks aan ego-gedrag. Materialiteit. Het is Christus Jezus die zegt hoe het in elkaar zit. Of zoals die dat duo, het komisch duo, dat heet een Nederlands hoop. Niet Nederlands, maar Nederlands, want het mag, hè, dat is dialect. Nederlands hoop. Freek de Jonge en Bram Vermeulen. Onzin verhalen vertellen. Ons beledigen. En dan moeten we lachen. Want we worden beledigd en dan denk je, ho, 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 ik lach maar. Oh, wat is die grappig, zeg. Dat zit erachter, maar dat maakt niet uit. En het leuke was dat Freek de Jonge, Bram Vermeulen was dan de muzikant. Die had van die treurige liedjes over het bestaan. En Freek de Jonge maakte overal een grapje over. Een mooie rijm van Freek de Jonge. Want alleen het positieve is dat waarbij ik stil wil staan. Stil wil bijstaan. Sorry. Ga aan je werk, Flerk. Zolang het nog kan. Dus het is niet van mij, dat is van Freek de Jonge. En dat klopt. Het staat in de Bijbel. Freek de Jonge die pleegde plagiaat. Hij had moeten zeggen met dank aan Christus Jezus. Het is niet eerlijk om zo'n grap te verkopen en dan zelf al het geld op te strijken over de rug van iemand die gekruisigd is. Want dat was geen geintje. En wie was dat dan? Nou, het was de enige geboren zoon van God. Want wie anders zou dat doen? Wie anders zou zo weinig hechten aan zijn bestaan, aan zijn kleren, hoeveel seks die heeft, of whatever. Helemaal, Jezus keek geen films. Hij was 13, dan zat hij af te zeiken tegen die priesters. Ja, neem daar eens een voorbeeld aan. Rudolf Steiner, degene die de theosofie verlaten heeft omdat hij het bullcrap vond. En dat verving door het begrip antroposofie. Want theosofie betekent letterlijk godskennis. En antroposofie betekent menskennis. Rudolf Steiner heeft gezegd. Ik heb het niet terug kunnen vinden op internet. Ik heb dit uit tweede hand. Ik vind het erg aannemelijk. Hij heeft gezegd dat degene die het christelijk dogma niet accepteert, niet begrijpt, niet bevat, is een idioot. Ik heb op basis van de leer van Rudolf Steiner heb ik een huisarts gehad. Dat was een zegen. Als je bij die man kwam met een klacht, dan hoorde hij jou uit, stelde hij vragen, net zolang tot hij zeker wist van oké, dit is de klacht. Dan kreeg je echt 10 minuten consult. En dan vroeg hij stevast, wat wil je dat ik doe?
Rudolf Steiner had respect voor het christendom. En heeft ons een gezondheidszorgidee achtergelaten waar je wat aan hebt. Of wil je liever naar dokter Mengele? Want als er één ding was wat je in Auschwitz niet moest doen, dat was naar de dokter gaan. Want dat was een werkkamp, weet je wel? Weet je nog? Weet je niet? Weet je hoeveel mensen er overleden zijn in Auschwitz? Ik vind het vervelend om erbij stil te moeten staan, hè? Ik doe ook van die uitzending over Anne Frank. Ja. Het is wel gebeurd. Christus heeft... Dat is de enige geboren zoon van God. Er is nog nooit iemand geweest na zijn tijd. Waar is die dan? Maar er is iemand gekruisigd. Op zijn minst, er is een grote groep van mensen die in die tijd geloofden dat er iemand gekruisigd was. Maar waarom... Ja, dan kan je zeggen, ja, we hebben geen YouTube-film van. En die Josephus, die lult ook maar uit zijn achtereind. Want dat Josephus, dat schijnt het enige bewezen, geschreven bewijs te zijn dat Christus heeft gewandeld. Ja, dat maakt toch helemaal niet uit. Wat doet mij die Josephus er nou toe? Er zijn grote groepen van mensen geweest die zagen het gedrag, de levenswandel van Christus. En die dachten, dat ga ik ook doen. En die beweging was niet te stoppen. Die beweging is springlevend. Het is alleen klein. Dat is het enige. En waarom zou je je daarover zorgen maken? Je bidt. Als je het nodig hebt. Je kan in je woede en in je verdriet... kan je met servies gaan smijten. En liever heb ik dat je drummer wordt in een punkband. En als je geen drummer kan worden in een punkband, nou, dan ga je het Onze Vader bidden. Ik had Onze Vader die in de hemelen zijt, onze waarde, onze voort. En dat is je eigen mind control. Dan ben jij heer en meester van je lichaam, van je mind. En je ziel, dat is de samenkomst tussen je geest en je leven en je lichaam, die past zich aan. Dat is de truc. Het antwoord is niet... dat je niet naar de dokter moet gaan, want dat is levensgevaarlijk. Wist je dat echt, hoor? Prent je dat in. Ga niet naar een allopaat. Je bent gewoon gek in je achterhoofd als je dat doet. We hebben hier zo'n museum. Daar hangen ze... Nee, dat heet het ziekenhuis. Ja, daar moet je niet naartoe. Helemaal niet. Je moet je eigen ding. Ga niet als Christus Jezus. Christus Jezus is gestorven aan de kruis en nu lig ik aan een infuus. En ik ben net als Christus Jezus. Nee, natuurlijk niet, Klojo. In het kort is het verhaal dat de Heere God...
de Heere Heere. Zijn bestaan of niet bestaan is geen issue. Kunnen we uren over gaan praten en ik win. Het begint er niet aan. Een olifant gaat niet een vechtpartij aan met een muis. Je moet niet met mij gaan vechten. Dat moet je niet doen. De frase God bestaat doet er niet toe. Het is zelfs verschrikkelijk. Het is een uiting van mongoliteit. Want het woord bestaat niet eens, maar ik bedoel stupiditeit. Het is erg dat God ons taal gegeven heeft en dat wij dan gaan zeggen, God bestaat. En dat is dan rechts of zo, hè? God bestaat. En die andere kant zegt, nee, God bestaat niet. Ongelofelijke bullcrap. Hegeliaanse dialectiek. Anyone. Je moet er maar zin in hebben. Waarom zou je deelnemen aan de discussie of God wel of niet bestaat? Want de hele zin staat helemaal nergens op. En het staat in de Bijbel. Ja. En waar gaat het wel over? Nou, dat God van je houdt. Het niets houdt van jou. Was er weer dat mooie gedicht van die Limburgse komediant? Van de baron zat op het terras. De tuinman maaide het gras. En de baron dacht, ik wou dat ik de tuinman was. Het liefste heb je niets. Geef alles weg. Alles wat je hebt. Zeg maar als mensen, geef me weg. Dat is niet van jou. Geen paarden voor de zwijnen gooien. Het is toch niet van jou. Het beste heb je zo min mogelijk bezittingen. Het beste ben je zo armoedig mogelijk. Want deze wereld, mijn lieve kinderen, toehoorders, broeders en zusters, deze wereld is niet helemaal oké. Er is veel mis. Er is veel fout. Er is zoveel fout dat je daar een hartaanval van zou kunnen krijgen. En het ontkennen van de foutheid heeft geen zin. Daar zit het antwoord niet in. Er zijn mensen onder ons en die geloven dat uit het niets een explosie is gekomen. De Big Bang noemen ze dat. En uit die explosie zijn deeltjes voortgekomen. Ik vind dat een totaal ongeloofwaardig verhaal. Ik snap niet hoe het niets kan exploderen en dan atomen, ondeelbare eenheden, op zijn Nederlands. Dus een atoom, dat is Grieks. A betekent niet. En tomeren betekent snijden. Splitsen. Dus onsplitsbaar. Een atoom is onsplitsbaar. Dus uit het niets kwam een Big Bang. Een boom. En toen hadden we onsplitsbare dingen. Atomen. Je moet het maar geloven.
Ik zou niet weten welk experiment dat onderbouwt. Is er ooit een experiment gedaan dat je uit niets een Big Bang kan krijgen? En dan heb je onsplitsbare eenheden. Oh. In CERN, in Zwitserland, daar zitten ze dan alles te splitsen. En ze, tot een stomme verbazing komen ze erachter dat als ze weer een deeltje gevonden hebben, dat je dat deeltje ook weer kan splitsen. Als je maar meer kilowatt erin dondert of megawatt, dan maak je... Dat zijn explosies op basis van zonne-energie. Het zijn kleine kinderen die spelen met de materie. En de Darwinisten, die denken dus van ja, dat zit wel, dat ontdekken we later wel hoe dat in elkaar zit. Ze weten heus wel dat ze een heel groot vacuüm hebben in hun bewijsmateriaal. Nou, dan gaan we later wel uitleggen hoe uit het niets een Big Bang kwam. En toen onsplitsbare eenheden. Bullcrap. En die Darwinisten die denken dan ook dat die onsplitsbare eenheden, die atomen, die gingen zich formeren. En die creëerden dan van alles. Van alles was helemaal niks. Maar sommige mogelijkheden die persisteerden. Kan jij het nog volgen? Dus dan kreeg je natrium, helium, waterstof, zuurstof, beryllium, borium, fluoride. Ja, ik ga het hele periodiek systeem de elementen niet opdreunen. Het is boring. Maar het begint met waterstof. En daarna helium. En daarna lithium. En dan beryllium. Oh nee, of was het boor nou het eerste? Nee, boor was het eerste. Borium. Nou, dat is allemaal heel, ja, heel toevallig. Heel toevallig. Ja, als evolutionist, als Charles Darwin aanhanger, dan ben je net als een schaker die zegt van nou, ik doe eventjes deze set en dan ga ik daarna de rest wel oplossen. Maar je hebt een lange weg te gaan. Want toen kwamen al die atomen en toen moesten er nog moleculen komen. Nee, maar dat is verrassend zag. Dat wist ik helemaal niet. NO2 bijvoorbeeld, of NO, dat is redelijk stabiel. Niet helemaal. Maar... Dan krijg je die leuke... Ja, je hebt nog goud. AU. En je hebt nog zilver. Dus ook allemaal goud, zilver. Kwam er allemaal. Allemaal evolutionistisch. Hè? Ja, Charles Darwin. Hè? Oké, dus goud en zilver. En chloor. Ik vind chloor echt een fantastisch product. Ik koop het heel regelmatig bij de supermarkt. En wat ik ook erg fijn vind, is dat het niet duur is. Chloor is geweldig. Als je een blauwe spijkerbroek hebt en je wil hem wit, nou, doe er chloor over. Hè? Je kan je hele leuke... Vroeger, in mijn tijd, toen ik klein was, 13, 12... had je dat je een gekleurd t-shirt kocht en dan maak je daar een mooie frommel in, dan moet je een plasticje omheen doen en dan chlorig water eroverheen en dan kreeg je, dan deed je hem weer aan, had je een hele mooie ster, dan moest je dat textiel op een bepaalde manier gaan knopen en dan hing het eraf hoe je het knoopte en dan dat bleekwater eroverheen. Ja, yeah, man. Ah, dat is allemaal evolutionistisch bepaald. Dat is allemaal toeval. Chloor bestaat. Maar dat is vanwege het feit dat die anderen vanuit het niets kregen de Big Bang. En allemaal
Ja, wat eigenlijk, hè? Iedereen deed mee, maar chloor heeft gewonnen, fluor heeft gewonnen, helium heeft gewonnen, argon, goud heeft gewonnen, pumblum, lood, is ook een winner. We have a winner in the house. Nou, dat is allemaal survival of the fittest. Nou, volgens jou dus, niet dat degene die echt naar mij luisteren, die snappen de grap. Maar volgens een evolutionist hebben dus na de eerste wedstrijd kwamen daar allemaal verschillende atomen uit. En toen was het van, hey, zullen we trouwen? En dan kreeg je natriumchloride. Dat was allemaal toeval. En toen begon dus een heel bijzonder proces. Want dan kreeg je dus koolstof en zuurstof en waterstof. Heet dat ook weer? Die aminen. Die eiwitten. Nou, die ontstonden ook toevallig. En die bleven allemaal in leven. Hè? Want dat was survival, het fittest. Hè? Dus bepaalde, vooral die eiwitten, die proteïneachtige producten, die bleven in leven. En die hadden dan een concilie of zo, een overleg, weet ik veel. Maar dat is allemaal toevallig. Al die moleculen waren met elkaar aan het botsen. En heel toevallig kreeg je dan dus die proteïne. En die proteïne gingen weer door botsen en dan kreeg je DNA. Maar het is heel toevallig hoor. Hoeveel toevalligheden hebben we tot nu toe gehad? Nou ja, we gaan lekker door. Dus DNA had je. Maar DNA, daar heb je niks aan. Daar moet een celwand omheen. Daar moet een energiecentrum in zijn. De mitochondrium. Je moet een beetje energie van buiten naar binnen. En dan de boel er. Je moet warmte binnenkrijgen. Het nummer was trouwens van Bruce Springsteen. Enzovoort, enzovoort. Dat moet ook. En dat is allemaal toevallig? Are you shitting me? Dat is een mooi nummer van de rachende mannen. Want ik ben toch, ik ben een bodhisattva, op zijn hoedendestaans gezien, een tussenpersoon. Ik weet ook van jullie dogma. Van jullie infidels. Of, niet bijbellezende, je bent geen infidel, want luister je niet naar mij. Maar van die andere klojo's. De rachende mannen. Zal ik even in je bek schijten? Poep. In je hoofd. Dat is het Darwinisme. Dat is poep in je hoofd. Het kan niet. Dus, en we gaan lekker door. Dus dat DNA heeft er dan heel toevallig een nestje gevonden. Want er waren andere moleculen in die tijd, hè? Dit is vlak na de Big Bang. Dus al die moleculen die denken van, ja, we willen Perry Winkel worden. En ik wil in de microfoon praten tegen andere moleculen op deze planeet. Dat is het Darwinistische dogma, hè? Dat is mooi niet waar. In het boek The Lord of the Rings, wat ik best heel erg slecht geschreven vindt. En er zitten ook echt continuïteitsfouten in de film, in het boek. Het is verschrikkelijk. Het Darwinisme, dat is nog slechter. Het tipt niet eens aan The Lord of the Rings. Of de, wat is het in het Nederlands? In de ban van de ring. In de ban van de ring, daar heb ik met mijn dochter gekeken. En dat was best schijnig. Heroïsche verhalen. En mijn dochter wist ook gelijk de held eruit te pikken. Want dat is niet Frodo.
Frodo is de sukkel. Daarom is de band van de ring wel leuk, maar dat kijk je één keer, dan kijk je twee keer. En dan heb je er genoeg van. Je moet je leven leiden op een hele bijzondere manier. Dat dicteert de Bijbel. Toen Christus zei: laat deze bittere beker aan mij voorbij gaan. Dat ging over jouw bestaan. Jij bent in jouw bestaan genageld aan het kruis. Geef maar eerlijk toe. En word deel van het vervolg. Christus heeft gezegd: het is noodzakelijk dat ik heen ga. Want dan stuur ik de trooster. Dat betekent dat Christus na zijn heengaan nog dingen komt doen. Nog kon existeren en ogeën. Hij kon na zijn dood, zijn heengaan, na zijn lichamelijke dood, nog iets doen. Het was noodzakelijk dat hij heen ging. Want als hij niet heen zou gaan en als een Elvis Presley tot aan zijn cocaïne dood en met een dikke buik, dan was het niks geworden. Dat verhaal, dat is zo groots. Kan je je bijna niet voorstellen. Wat Christus heeft gezegd: als je in mij gelooft, als je mij volgt, als je me snapt, als je mij bevat. Nog een keer. Wat Christus heeft gezegd: als je mijn woord in je hart slaat, als je gelooft dat ik God ben, dan ben je omringd, dan ben je als een lam omringd door wolven. Christus was een mean mofo. En had het precies waar je het over moet hebben. Christus was de grootste anarchist zonder bommen. Christus had geen bommengordel nodig om zichzelf op te offeren. Want hij wist van het martelwerktuig. En ik denk, nou, doe dat maar. Het maakt niet uit. Ik ga jullie een voorbeeld geven. Een voorbeeld stellen. Ik laat jullie zien dat het aardse leven, zoals die Illuminati Shakespeare jongens zeggen, het aardse leven, dat is een voorstelling. Hij heeft dat stiekem weg verklapt. Ik heb gesproken met een Joodse vrouw. En ik
kon mij dus ronduit vooruit dat ik christen ben. Hij is ook verder, in zoverre heeft ze er geen moeite mee. Ik mocht op een middag bij haar in de Jordaan, daar woont ze, komen. Met een homoseksuele man. Vond ze gezellig. En haar behang, dat was de klaagmuur. Een foto van de klaagmuur en dan uitvergroot. Ja, je kent het wel. En zij zei, ja, wij, zij gaat naar de synagoge. Wij hebben het niet echt altijd op prijs gesteld dat Christus onze waarheden op straat gesmeten heeft. Ik heb daar begrip voor. Aan de andere kant, de waarheid kan je niet voor jezelf houden. De waarheid komt naar boven, net als kwelwater. Een kwel, dat is in een land, dan komt het water van onderen. Het komt overal. Dat is kwelwater. Dat kan je niet bestrijden. Zo is de waarheid. Er is mij verweten dat ik antisemitiet, nou ja, ik weet niet eens wat een semiet is. Hoe bepaal je of iemand semitisch is? Christus heeft een Samaritaanse vrouw respectvol behandeld. Christus ging om met belastingambtenaren. Hij ging om met prostituees. Wat is daarop tegen? Om lekker af te dwalen. Iets archaïzer, ouderwetser. Dat is het boeddhisme. Ik vind als christen dat je dat niet mag minachten. Het gaat erom wat iemand die boeddhistisch zegt te zijn, wat hij doet. Wat is het vrucht, wat is de vrucht van zijn leven? Daar beoordeel je een boeddhist op. Je mag niet zeggen, je weet niet van Christus, dus, hè? Dat mag niet. Je mag jezelf niet verheffen boven een ander. Christendom is egalitarisme. We zijn allen gelijk. Ook al hebben we Down syndroom. En is er iets misgegaan bij de whatever. Het is een uitzondering. In de letterlijke betekenis van het woord is het een monster. Een uitprobeersel. God doet dat ook. Die maakt mensen met een chromosoom te veel. Maar we zijn mens. En geschapen in twee vormen. Man en vrouw. Nou, dit was een uur. Dank jullie wel voor het luisteren. En op zijn hamburgers zeg ik, tjus.
en dag lieverds.